Meneer Kees Smit, bedankt voor de koffie. U heeft u vroeger op de Hagedoornschool gezeten? Ik heb vroeger op de Hagedoornschool gezeten, jazeker. Zes jaar lang. Ik ook. Oh. Voor 5 jaar geleden heb ik de zaak aan mijn zoon overgedaan. Helemaal. En vanaf die tijd doe ik alleen een beetje de bouwwerkzaamheden. De bouw in Amersfoort gedaan, hier de verbouw dus. Eigenlijk alleen de bouwwerkzaamheden. Verder doe ik niet meer. En dat is voldoende? Dat is voor mij voldoende, ja. Dankjewel. En dan uitpakken waar je bij staat. Ja. Ik heb hem besteld. Ja, we zullen hem eerst uitpakken, of niet? Dan, is die te zien? Gaan we om zijn beurt kijken. Ja. En even naar haar. Mooi. Ik ben zo vrij. Ja, moet je bij. Ja, voorzitter van MKB. Ja. We doen dit dagelijks, zoals je merkt. Mooi man. Dank jullie wel. Henk, dat is geen Kees. Nee, zeker niet. Staat anders met grote letters op het pand. Ja, ik ben vernoemd naar mijn opa. En mijn vader die het bedrijf naar zijn naam heeft genoemd. Die zegt wel eens spijt te hebben gehad dat hij het geen Henk Smit heeft genoemd. Maar ik ben wel blij dat het Kees Smit is. Ja, we zijn de laatste jaren mede door de komst van onze online shop. En ook de vestiging in Amersfoort zijn we ontzettend hard gegroeid. De aankomende jaren hebben we wel wat plannetjes. Er zijn een aantal projecten opgepakt de laatste jaren, zoals een aantal buitenlandse webshops. Daar zit heel veel potentie in, maar ook in Nederland zijn wij nog lang niet klaar om ons op het gebied van marketing en dergelijke nog breder bekend te maken. Dus de mensen gaan nog wel van ons horen, laat ik het zo zeggen. Maar de thuisbasis blijft Almelo? Wat ons betreft wel. We zijn sterk groeiend, dus wel ook... Ja, voor de korte toekomst ook wel weer op zoek naar een andere plek in Almelo voor onder andere ons logistiek en het liefst alles bij elkaar. Maar daarover zijn we in gesprek met de gemeente en dat lijkt, ik denk dat wel goed gaat komen. We zullen vast wel een mooie plek voor ons hebben.